31 oktober, ja, waar zijn we weer met een nieuwe dag, de dag dat. 1860, executie in Maastricht van Johannes Nathan, de laatste Nederlander die in vredestijd is geëxecuteerd. Ja, dat gebeurt op de markt. Jongens, kom, kom, voor de laatste keer gaan ze iemand ophangen. Oh, het is die Nathan, hè? Ja, dat vond ik zo'n lul. En om 4 uur werd daar Johannes Nathan opgehangen. Hup, luikie open. En dat deed Dirkie. Ja, de bul. Dirk Jansen. Kijk hem zitten. Wil de echte bul opstaan. Ja, en dat was dan Dirk. Met wie van de drie? Wat had Nathan gedaan dan? Nathan had geregeld aanvaringen met zijn schoonmoeder. Ja, kutwijf, man. Oh, hé, Johan, doe nou even rustig. Nee, het is gewoon een scheidwijf. Ik ga haar vermoorden. Nou, en dat heb je gedaan. Ja, hij heeft zijn schoonouders vermoord. Ja, en toen kreeg hij de doodstraf. In 1951 de eerste zebrapaden worden in Groot-Brittannië in gebruik genomen. Ja, jij zat ook niet op die informatie te wachten. Nee. Nee, ja, valt onder het kopje informatie waar je geen reet aan hebt, hè. Ja. Zebrapad, sinds 1951. In 1941 einde werkzaamheden aan de 18 meter hoge buste van de presidenten van de Verenigde Staten in Mount Rushmore. De berg Mount Rushmore stond bij de inheemse Lakota, dat was een Indianenstam, aanvankelijk bekend als de Six Fathers. Voor hen had de berg en het gebied eromheen een belangrijke spirituele betekenis. En toen kwamen die blanken weer om de hoek kijken. Ja, het is toch ook eigenlijk... Het kan gewoon niet, hoor. Hou eens op met de gehoehoe. We willen heel dit land. En ook die mooie bergen. Ja, Six Fathers? Nee, dit is ons gebied. Niks ervan. Opbokken. Nou, toen hebben ze die bergen ingenomen in dat gebied. En dan in 1941 dan gaan ze ook nog 4 van die blanken erin uitbikken. Bohemian Rhapsody. Ja, van Queen. Wordt uitgebracht vandaag in 1975. Didn't mean to make you cry. If I'm not bad. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, 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 Figaro Magnifico. So you think you can stone me and spit in my eye? So you think you can love me and leave me to die? Bohemian Rhapsody! Blijf briljant, hè? Just gotta get right out of it! En van Queen gaan we naar Supertramp. Naar de drummer Bob, Bob Siebenberg. 71 jaar geworden vandaag, gefeliciteerd. Take a look at my girlfriend. She's the only one I got. Not much of a girlfriend. Dreamer! You know you are a dreamer! Supertramp, lekkere nummertjes hoor. Zeker wel. Can you put your hand in your hands? Oh no! Oh no! Oh no, nee! Niks ervan. En daar hebben we weer een drummer. Die is ook jarig. Uit Ierland, 59 jaar geworden. Dit is Larry Mullen Jr. De drummer van U2. Ja, U2, ik heb er niet zoveel mee. Ja, en volgens mij mag je dat niet hardop zeggen of zo. Wat zeg je nou? Ja, ik vind U2 eigenlijk gewoon ruk. I can believe the news today. I can close my eyes and make it go away. How long? Ja, Sunday Bloody Sunday van U2, dat is dan wel weer briljant, hè. Als jij het EK88 hebt meegemaakt, dan is Marco van Basten jouw held. Dat kan niet anders. Vandaag jarig, gefeliciteerd. 56 jaar geworden. Vanilla Ice. Ja, jarig vandaag. 53 jaar geworden. Robert Matthew van Winkel. Ja, Ice Tea, Ice Cube. Ik dacht Ice, Vanilla Ice. Oh, ik ben blank. Yo. Alright, stop. Collaborate and listen. Ja, Vanilla Ice. De eerste wigger, hè? Ja, white boy. Want to be N-word. Kijk, daar is hij nog een keer. Vanilla Ice. Wide open. Ja, ik dacht al dat ik iets rook. Ja. Oh, ja, leg ze daar maar neer. Hannah Hilton. 36 jaar geworden, pornoactrice. Haar echte naam is Erica Hunter.
Had ook gekund, toch? In 1926, dan overlijdt deze boeienkoning. 52 jaar is hij geworden. Harry Houdini! Harry Houdini, geboren als Erich Weiss, was een Hongaars-Amerikaans goochelaar en boeienkoning. Weiss koos zijn artiestennaam Houdini als eerbetoon aan de Franse goochelaar Jean-Eguin Robert Houdin. Houdin, Houdin. Kan ik nog iets anders met Houdin? Oh, Houdini. Ja, dat klinkt wel goed. Ja, ja, Houdini. En moet je niet een voornaam hebben? Of is het alleen Houdini? Nee, Harry. Harry. Harry Houdini. Ja, Harry. Harry Houdini. Overleden vandaag, 52-jarige leeftijd. Is hij in het harnas gestorven? Dus met boeien en in water en alle... Nee, nee. Blinde darmontsteking. Was hem weer, de dag dat. Abonneer je eventjes. Arrivederci. Bis morgen.